Kunst is zeer belangrijk, niet enkel in mijn leven, maar ook in de diplomatie is kunst heel belangrijk, omdat het mensen bindt. Het brengt de mensen tot verwondering, tot interesse tot elkaar. Dat is altijd belangrijk, ook in diplomatie, we blijven praten met elkaar. La BRAFA a l'honneur d'accueillir depuis quelques années un invité d'honneur, invité qui peut être soit une institution muséale, soit un artiste contemporain, ce qui est le cas cette année, puisque nous aurons l'honneur d'accueillir le duo d'artistes internationaux Gilbert & George, qui présenteront non seulement un ensemble d'œuvres sur la foire, mais qui seront également présents pour découvrir physiquement notre édition 2019 à Bruxelles. Dank ook aan alle exposanten van BRAFA 2019. Op BRAFA 2019 zal de Koninklijke Kamer van Antiquaires en Kunsthandelaars in België haar 100-jarig bestaan vieren. We gaan dit doen met een tentoonstelling die de diversiteit, de kwaliteit van de vereniging, van haar leden, zal illustreren. Tezelfde tijd wordt ook een nieuw boek uitgegeven, een soort directory van alle leden, met telkens een topstuk die zij ooit verkocht hebben of behandeld hebben of in onderhandeling geweest zijn. Dit idee van topstukken zal dus ook weerspiegeld worden op de tentoonstelling op BRAFA 2019. Dus vol verwondering, vol verrassing, zeker de moeite om te komen kijken. Die nog in volle BRAFA, bravo, bravoure. BRAFA is natuurlijk een instituut. Het is altijd een uitdaging om in deze drukke wereld, ook van het kunstleven, een mooie beurs op te zetten die de combinatie houdt van antiek en modern, en die op traditie toch heel scherp moet staan, een goede galerij moet uitkiezen en een eigen niche toch heeft in Brussel, waar het ook een drukke artistieke wereld is en een drukke kunstwereld is, om ieder jaar terug de mensen te kunnen aantrekken.